Bij Van koffiediscounter Discounter hebben weer een mooie weekendknaller. Dat is namelijk deze Philips volautomaat. De HD 8831 voor een lekker bakje koffie van 499. En wij gaan weer knallen 319 euro. En de knaller geldt natuurlijk weer van vrijdag 12 uur tot maandag 12 uur. Check wel voor de meter Want op eens op, neem ik even een bakje. Je kan hem natuurlijk gewoon online bestellen. En dan komen we de volgende werkdag bij jou thuis afleveren, of je komt hier in de winkel, kom je bekijken en vind je hem lekker, kan je hem ook direct meenemen. Weet je dat deze koffieknaller voor jou al wat is? Klik dan hier op het i'tje en dan ga je direct naar de productpagina. De look en feel van deze volautomaat. Hij is matzwart, zowel aan de voorkant als de zijkanten en de bovenkant. Hij heeft een chroomtint erop zitten met de one-touch bediening en een digitaal display. Let wel eventjes op aan de achterkant, want helemaal aan de achterkant. Daar zit nog een harde aan- en uitknop op dat we die wel even aanzetten. Dus niet dat je denkt: hé, hey, het apparaat doet het niet. Daar zit hij dus. De bediening van het apparaat is zeer eenvoudig. De espresso, de Espresso Lungo. Twee keer drukken, dan komen er twee kopjes koffie uit. De sterkte, dat kan je hier zien aan de bonen. Die kan je dus helemaal zelf qua sterkte instellen. Tevens kan je ook nog poeder, dat doen we er bovenin. Dus bijvoorbeeld als je een visite krijgt dat mensen net eventjes cafeïnevrij koffie willen. Dan hebben we ook nog het stoompijpje. Dat komt uiteraard hieruit, dus om je melk op te op te schuimen en heet water. Het menu, dat is de rechterknop, kunnen we zelf de temperatuur bepalen, minimum, medium of maximaal. Dan kunnen we instellen wanneer hij hem automatisch uitschakelt, dus dat hij op de stand bijgaat. Dan het contrast voor het display kunnen we instellen, de hardheid van het water, die kan je opzoeken voor iedere regio eventjes instellen. Dan het filter en het ontkalkingsprogramma en op deze manier kan je hem helemaal resetten, mocht je er niet meer uitkomen. Bovenop zit het waterreservoir, die kan je eruit halen op deze manier. Nou, ik zelf heb hem onder een keukenkastje staan, dus ik doe het met een gieter gewoon bijvullen. Hoef je hem er ook niet uit te halen. En aan de rechterkant zit het bonenreservoir van 250 gram. Dan hebben we hier het uh, afstelknopje zitten voor de maalgraad. Doe dit wel op het moment dat de machine aanstaat. En wij zetten hem altijd het fijnst en één tandje terug. Het koffiezetapparaat heeft uiteraard onderhoud nodig. We doen even het tuutje omhoog en het stoompijpje naar de zijkant. Kunnen we aan de voorkant kunnen we het waterlekbakje en de koffiekoekjes daar kunnen we mee legen en dan aan de zijkant zien we dat we de klep zo open doen en als je de Z-groep eruit wil halen, je ziet het al push staat daar dus die Tikje naar buiten toe, dan kan je de zetgroep er zo uit halen. Doe wel eventjes één keer in de week eventjes afspoelen met lauw water, laat hem dan eventjes drogen en als je hem terugzet, klik, hoor je dat hij er netjes in zit, niet geforceerd doorduwen en op die manier hou je dit koffiezetapparaat lekker fris. Wil jij dit product bestellen of meer informatie, klik dan hier, dan ga je naar de productpagina en vergeet je natuurlijk niet te abonneren op ons kanaal.